Hallo mensen van One Game Channel. Ik ben Arjan. Thomas. Oh, en ik ben Thomas. En dat is Thomas. Laat reactie, jongen. En ik speel vandaag FIFA 13, Nederland tegen Spanje. Met een verzoek van Thomas. Anders Nederland-Duitsland. Goed voor niks. Ik heb niks veranderd aan de opstelling of zo. Ik ben niet goed, ik speel dit pas. Oei, wat ga ik nou doen? Oh ja, moet ik Nederland-Spanje doen, hè? Schiet je ook kapot, hè? Moet Nederland-Spanje doen, gast? Dat heb ik al gedaan. Oh, dat wil ik niet. Nee, dan ga ik dit doen. Welke klasse speel jij? Oh, dat is pro! Zag mijn pro! Welke klasse speel jij? Ik speel, niet doorvertellen, maar ik speel, volgens mij amateur. maar ga ik alsnog verliezen? Oh jee, hij doet het! Hij doet het, jongens! Hij doet het! Volgens mij ik ga ook wel opnemen. Stem, of niet, Thomas? Weet ik niet. Ik ga ook wel opnemen. Ik zeker? Als ja. Ik mij maar niet op de achtergrond op jou werd, hè? Want dat was net. Oh ja, wacht. Zal ik eens proberen? Thomas, kom mezelf. Ja, ik heb iets in doen. Dichter jou. Dichter jou. Ja, weet ik. Komt direct. Oh, ik ja, ben hier niet goed in, dus ik ga denk ik verliezen. Oh, hier. Pas op jou. Hop, hop. Dikke dol. Hoe kun je eigenlijk iemand uitspelen, dolle? Weet ik veel. Welk knopje doe je daar? Ja, dat weet ik niet. Thomas. Hoe zou ik doen? Thomas, hoe doe je dat? Mensen van mijn Game Channel, ik heb een belangrijke vraag aan jullie. Ik wil een Let's Play Pro doen op FIFA 13. En, yo mensen van mijn Game Channel, ik ben Thomas. En Thomas gaat er doorheen lullen en ik ben Arjan. ja, wij zijn nu tegelijkertijd aan het opnemen, gewoon om te kijken of dat goed werkt. En ik was net iets aan jullie aan het vragen, gaat hij er doorheen liggen lullen? Hallo mensen van mijn Game Channel, is dat Thomas? Maar mijn vraag aan jullie. Ja, oké. Okay. Ik wil BIA Pro opnemen, FIFA 13. En ja, als jullie het een goed idee vinden... Like dit filmpje sowieso dan. En zet het in de reacties. En zet er ook bij of ik een eigen speler moet maken. Of ik een speler van een team moet zijn. En van welk team. En op welke positie. Ja, ben ik klaar? Ja, ik ben klaar, Thomas. Nou, show nu stel wel Onit, want nu heb je dat al in 3 verschillende filmpjes gevraagd. Ja, maar ga je die eerste ook uploaden waar je aan het verliezen was van Ajax? Ja, daar heb ik verloren. Ja, ik weet niet. Misschien upload ik die wel niet, omdat ik dat verloren heb. Nu ben ik PSV Ajax aan het doen, gast. Huh? Nee! Ik dacht dat je Slender aan het doen was. Ja, dat was ik ook gaan doen, alleen dan moet ik een keer alleen doen, zonder Skype. Enge Slender! Ja, Slender is zo eng, daar gaat mijn tas! Mijn tas gaat 1-1! Oh, bijna! Ja! Koud! Oh, nee, dat is koud helemaal niet wachten. Wat een faas! Koud stond er niet in. En Dion van afstand. En oh, aangeraakt door geen idee van wie. Maar waarschijnlijk was het niet aangeraakt. Want Casillas trapt uit. Hop, hop. Wie tegen wie ben je aan het doen? Tegen Spanje. Oh, jongen. Jij gaat liggen lullen dat ik het tegen Spanje moet doen. Want dat is veel leuker. Dat wordt meer bekeken. Hoeveel PS haal jij? En ik denk, ja, ik doe het tegen Duitsland. Dan kan ik mooi gaan zingen. Schade, nee, Duitsland. Ah, is voorbij. Arjan, hoeveel FPS haal jij? Sorry. Waar staat dat? Oh, ik wacht. Links bovenin. Is dat veel? Nee, daar links van. Oh, dan had ik veel. Hoeveel? Tussen de 45 en de 60. Ja, ik ook. Thomas, niet doorvertellen, maar ik sta 1-0 achter tegen Spanje. Op amateur, ik speel professioneel. Ik sta 0-0 tegen Ajax. Maar ik heb dit spel 1 dag. Ik heb nog bijna geen 1 keer gespeeld. Ik heb nog maar 1 keer volgens mij een wedstrijd helemaal gespeeld. Oh ja, want die crack was er weer afgepleurd. Nee. Hey, mensen! Meestal was ik midden in de wedstrijd was ik gestopt. Als jullie dit zien, Arjan heeft nog de security. Moet hij dat verwijderen of niet? Like deze video, ja te zeggen en doe niks als het nergens. Of dislike hem. En dan moet je het gewoon in de beschrijving zetten. Nee, ik vind like een beter idee, want dan krijg je meer likes. Dan dwingen ze gewoon om te liken. En als je deze video toevoegt aan je favorieten... Robben van afstand! Oh, Robben! Oh, jammer! Mooie doel, mooie actie, alles mooi. Schiet die over, god man. Als je deze video aan je favorieten toevoegt hebt, nee, eigenlijk een andere video. Assassin's Creed geven wij weg, Assassin's Creed 2, ja, sorry dat het niet de nieuwste is. Twee! Nou, Assassin's Creed 2 geven wij dus weg.
Ja, maar wij zijn ook niet gek, hè? Wij gaan geen Assassin's Creed 3 weggeven. Ja, Arjan, ik ben even een verhaal aan het vertellen. Ja, jij praat er net ook doorheen bij mij, dus. Nee, dat is niet waar. Ik heb je uit laten praten. Jij ging roepen, hallo mensen van Wakkertjoel! Arjan, je hoeft nou niet autistisch te gaan doen, hè? Doe ik ook helemaal niet. Dat doe je wel. Nee. Dat doe je wel. Zet maar in de beschrijving dat hij dat wel doet. Oh, hou nou zo met je beschrijving. Beschrijving. Sorry. Sorry mensen. Ja, Robben, 1 op 1. Oh, faal. Ja, Arjan, jij speelt amateur. Jij kan de hele verdediging. Oh, bijna. Ja, kop hem erin, kop hem in. Schiet hem erin. Oh, kom op. Jij hebt echt een vervelende poepstem, Arjan. En dan ga ik nu schreeuwen. Ja, maar ik weet ook niet hoe de context hoeveel krachtige stem heb. Komt waarschijnlijk aan mijn computer of zo. Nee, normaal heb je ook altijd zo'n stem, alleen jij schreeuwt dan. Nee man, zo'n stem niet. Jawel. Nee, wat doet dat pijn in je oren? Wat bedankt. Ja, dat doet gewoon pijn aan mijn oren. Hoe moet ik dan praten? Nee, niet zo, want zo ben je een beetje autistisch. Jongen, je bent altijd wel autistisch geweest. Ja, de Spanje, alles is voorbij. Klinkt niet, hè? Ik kan ook even 2 seconden in je mond dicht houden, hè? Nee. Want ik ben hier proberen te winnen van een heel belangrijk persoon gedoe. Kut Vermeer! Bij je tyfus goal jij! Vermeer is te goed om in zijn goal te blijven. Jongen, heb je Vermeer ooit zien uittrappen in het echt? Ja. Ja, hoe gaat jongen, dat? Jongen, ik ben er al een paar keer bij geweest, dus jij moet je bak zouden. Jij bent nog nooit bij een mooie wedstrijd geweest. Echt wel? Ik ben pas nog bij Ajax PSV geweest, vorige wedstrijd nog. Ja, ik heb PSV Feyenoord een keer. Zo, hoe oud was je? 2, 2,5? Nee, dat was een jaar geleden zo. Stoer. Waar? Feyenoord? Nee. Jongen, ik ben niet zo'n vieze Rotterdammer. Jij faalt! Hoeveel minuten per half speel jij, Thomas? 6. Alleen noem maar even je bak... Of 4, weet ik veel. Ik speel 4. Je moet nu even je bakjes dicht houden, wil je? Doe normaal, man. Ja, jongen. Het is wel echt leuk dat je zo tegen mij aan het doen bent. Ja, ga huilen. Ja. Ja, fuck jou, daar sta ik bijna achter. Daar heb ik altijd. Als ja, door jou sta ik achter. Ja, maar ik ken het niet. Nou is het 1 op 1. En schiet. Ander knopje. God, man, die druk op verkeerde knopje. Ja, komt er dat je Ajax bent? Ik ben Nederlands elftal. Ja, maar dat is het Ajax. Niet dat die de beste zijn, maar... Daar niks van. Daar heb je Willems in zijn Ferrari. Hey, ik heb ook Willems in mijn team. Godverdomme. Rob Mertens. Waar heeft hij leren voetbal in België? Oh, vandaar dat hij bij PSV zit. Ja, hij is een Belg, tuurlijk. Heb je Eriksen nooit gezien met je skeer kapsel? Ik wil niet veel zeggen, maar Eriksen oont hard, heel hard, die vuile kleine Mertens, hoor. Maar Arjan, als ik in de aanval ben, wil jij dan je mond dicht houden? Ja, ik ben ook in de aanval. Ik sta op de rand van de 16, ik druk op D en ik... Oh, vol tegen Puchol. Ja. Arjan, maar op welk niveau speel jij? Amateur. Nou, dat is echt genoeg. Oh, door zijn benen, genaaid. Arjan, dat is echt genoeg. Ja, maar ik ben een amateur. Ik ben nog minder als amateur. Ik ben een beginner. Dus ik speel al hoog voor mijn leeftijd. Nee. Oh, nee? Nee, want ik ben iets ouder en ik speel al pro, professioneel. Wat ben jij? Ik ben ietsje ouder. Ja, maar jij hebt, je hebt 11 al gehad. Wat je blokjes nog. Grapje. Zou ik ook zeggen. Ja, ik kan nooit tegen me verliezen. Vooral niet als ik tegen Ajax voetbal. Ja, maar van Ajax verlies je gewoon altijd. Nee, ik ken hem nooit tegen Ajax voetbal. Ja! Yes! Arjan, dit is een pijn in mijn oren. En we zijn... Oh nee, dat is saai niet. Oké, okay. Van Vaat is kort. In de kruising, keihard. Hoe kan ik hem herhalen? Oh, hey, die was ook nog eens echt in de kruising. Ik denk, ik loop maar wat. Ik geloof niet dat jij in de kruising kan schieten. Ja, kom maar kijken dadelijk mijn filmpje. Ja, die heb je echt niet vandaag op je YouTube staan. Oh nee. Het is vandaag toch al vrijdag, hè, Thomas? Knipper. Nou kan ik hem niet meer sluiten.
Ja. Oh, godverdikke me. Potverdriedubbeltjes. Hey, het is al de 81ste minuut bij mij. Bij mij is het al de 70ste. Dan speel je langer dan ik in een helft. Of je bent gewoon heel sloom. Ik ben gewoon heel sloom volgens mij. Ik was mijn goal ook best wel lang aan het laten zien. Oh ja, en voor de wedstrijd ging ik ook nog. Toen kon ik het niet. Toen lukte het mij niet om af te zetten dat in een rare spul. Zo'n skill oefening. Oh, gelukkig. Dacht even dat ik een penalty tegen zou krijgen. Mijn eerste ronde wedstrijd kreeg ik toen een penalty. Toen werd het volgens mij 2-0 of zo. Ik vind het best wel slecht als ik hier maar 1-0 zou tegen maken. Of 0-0. Dat is waarschijnlijk 0-0. Ik vind het echt vervelend. Want ik, als ik dan recht voor de goal sta of zo. Dan moet ik nog eerst kijken of waar die zit. En dan, kan ik daar indrukken. En dan staat er een verdediger of zo voor mijn neus. Dan moet je gewoon nadenken. Ja, nadenken. Nadenk je zelf maar. Ja, shit. En als ik een steekpas wil geven, moet ik ook weer zo helemaal denken. Als had ik hem net ook goed gespeeld. Moet ik ook nog eens een verlenging gaan spelen? Oh, ik ook. Ik sta nu 1-1. Zullen we een verlenging of golden goal of penalty? Nee, klassiek gewoon. Klassiek. Ik speel El Clasico. Nee. Ja, jongen, gaat die beetje liggen douwen met zijn handen? Ja, dus. Vieze Ajax-ziet. Jongen, die Eindhovenaar, die vieze toyfoon, die slaat iemand neer en dan kan je pas scoren. Jongen, kijk, ze gaan mensen liggen bijten. Sneaken winnen. Ja, maar die zit bij Liverpool. Pro zat hij bij Anderlecht. Welke? Bij Anderlecht, uit België. Ja, waarbij? Bij mijn BA Pro. Het is BA Pro. Ja, ik wist wel dat ik het verkeerd uitsprak. Ik dacht nog van, zal ik het zeggen of ik het verkeerd uitspreek? Oh, gaat hij mij vasthouden, jongen? Xabi Alonso geen kaart. Rot Ajax ziet. Hij zit bij Real Madrid, Xabi Alonso. Ik had het niet over jou, ik had het over mij. Ik haalde iemand vol neer. Oh, ja, man. Hij ligt nu steeds op de grond. Faal. Oh, bij mij toen de wedstrijd afgelopen was, kwam zo'n gast die... Die was zo te kut, mijn rol. Doe normaal, man. Je mag niet schelpen. Je mag trouwens wel. Ja. Maar, wat nou zeggen? Oh ja, toen bij mij de wedstrijd afgelopen was, ik wou net zo de bal pakken. Ik wou net zo naar de bal komen. Toen was de wedstrijd ineens afgelopen. Die gast die springt vol op twee andere spelers. Eén van mijn eigen team en één van ander team. En die flikken keihard neer. En dan? Weet ik veel. Wat moet ik nou doen? Wedstrijd ervatten. Uit welk land komt Sigtorsson? Sigtorsson, even denken. Bij welk team zit hij? Ja, Ajax. Oh, Sigtorsson. Waar speelt hij? Oh, man. Die voetbal bij Ajax, zeg ik net. Ja, maar welke positie? Ja, dan ligt Ajax ziet. Ik weet niet zeker, maar volgens mij Denemarken. Nee, want hij schrijft zijn naam heel raar. Ja, dus? Het is gewoon een Arabier of... Nee, man. Echt wel. Ja, fuck it. Als ik een goal tegen had gekregen, had ik hem meteen stopgezet. Wat gaat hij nou raar liggen doen? Sorry voor als het een beetje lang duurt, maar ik ben hier niet goed en ik weet niet hoe dit werkt en zo. Mm. Het is wel een mooi stadion trouwens. Ah ja, ik weet zeker. Als ik game eentje had gespeeld, dan stond ik nu al lang met 3-0 voor. Ja, dus? Ja, jij scoorde en toen kreeg ik pijn in mijn oren. Het was geen aanval, het was een bal kwijt. Doe maar, dat is de eerste keer dat ik een keer echt gescoord heb. Anders scoor ik ook alleen maar met geluk. Deze was ook een beetje geluk, maar... Nou dan, elke goal is geluk. Je kan niet winnen zonder een beetje geluk. Echt, maar ik kijk echt niet goed uit. Sorry mensen, dat dit zo tyfuslang duurt. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Nou, je bent falaas. Maar ik vind het niet leuk. Waar ben je bezig, Thomas? Ja, ik ben nog steeds bezig met opnemen, maar alleen... Ja, maar met de tweede helft of zo. Ja, fuck it. Nu neem ik niet meer op. Afgelopen. Kan dat? Waarom? Ik kreeg een goal tegen. Oh, jij bent ook een meet. Krijg je een goal tegen, is het misschien meteen afgelopen. Ja, en hij duurde toch al veel te lang. Maar mensen, ik denk dat ik het hierbij ga laten, want het lukt me niet meer. Dus Thomas, zeg houdoe. Houdoe, en bedankt voor het kijken. Ze keken naar mij, niet naar jou. Ga je de uploaden trouwens, Thomas? Nee. Oké. Okay. Ik ga even een keer opnieuw opnemen. Alleen dan verander ik even dus de instellingen. Dus onthoud, als jullie willen dat ik BA Pro op ga nemen als Let's Play, schrijf dan in de reacties even.
welk team, welk speler of ik één speler moet maken. Zet er maar gewoon bij. Ik zal wel voor jullie regelen dat dat gaat, hè. Houdoe!